Yo guys, Gletsch hier met vandaag een nieuwe video en vandaag beginnen we met Half-Life Opposing Force. We beginnen dus vandaag met Half-Life Opposing Force. Dat moest normaal gezien gisteren online komen, maar ik had wel problemen en dat is dus niet gelukt. Maar Half-Life Opposing Force, het is de bedoeling dat elke maandag online komt, totdat het uit is gespeeld. Ik ga op een nieuwe game duwen, het is een medium en het verhaal speelt zich tegelijkertijd af met de eerste Half-Life, dus eigenlijk is het een soort van terug opnieuw. Je zult het wel zien en je zult het wel snappen. Ik ga er gewoon aan beginnen. Wow! Wow! Cool effects, sorry. Ik moest het doen. Mijn autisme wou het. Ja. Well, the pilot thought we were heading to your mother's house. So far, this all looks familiar. Okay. It is real cute, Jack. Anytime, anywhere. Okay. We zit in helicopters. Yeah, mooi. Smell what? Smells like another babysitting job to me, man. No shit, man. Babysitting job my ass. This has training mission written all over it. And tell the guy. Orders from us for so long, huh? Yeah, what the hell is that all about? Throwing our asses in this Yeah, what the hell? Not even telling us what we're going in for, man. Do you have a problem, Private? I will give you your orders when we have reached the LZ. You got that, soldier? Sir, yes, sir. Ah, voor degene die onze naam niet hebben gelezen, het was iets met Stefan. Ho-ho. Ho-ho. Ik ben naar buiten te kijken, trouwens. Nee! Dat is een stuk van Half-Life Hashtag 12 op die level. Lol. Oh, nice Easter egg. Anyone out there got a good view of the LZ yet? Negative Goose 7. I can see some activity up there, but I can't know what it is. Oh shit. Okay, listen up, people. We have an extremely hostile situation. Rip. Rip. En nu zijn we aan de beurt. Oh, die gast is eruit gevallen, joh. Yo. Oeh, dat is niet zo goed. Je kunt veel zeggen, maar dat is niet zo goed, man. Oké. Dat begint goed. Gorn heeft portaaltjes al geopend. Oké. Helemaal ik geen beeld heb. Ah ja. Get down! Oh ja, hij is dood. Oké, dat was niet zo goed. Dat was niet zo super goed gegaan. Welcome to Black Mesa again. 3, 4, 5. Oké. 1, 2, 3. Hallo. 4, 5. Oh, you've woken up. Corporal Shepherd, is it? I've read Shepherd. The tag on your uniform. Zoiets was. I'm glad to see my life-saving efforts weren't in vain. I can't say feel the same for him. Gordon Freeman, I'm afraid you have been through a serious accident. Most of your friends didn't make it. I was hoping that you soldiers had come to rescue us, but now it seems we are all in the same situation. Yep. I think I saw a radio near the crash site where I found you. Perhaps you can go there and radio for help? Oké, goed idee. Oh, de muziek. Nice muziek. Kan ik dat openen? Nee. Wat is daar te zien? Oké, niet veel. Laten we gewoon door. Oei, dat is precies van Outlast. Oei, mannen toch. Nee, ik kan het niet gebruiken. Oké. Voordat ik hier verder ga, ga ik eerst nog ergens anders zien. Heb ik hier iets gemist? Crab creatures have a unique parasitic strategy, don't you think? Ja, misschien wel. Have you ever seen such a magnificent species? These crabs completely control their host's nervous system. Can you imagine what the next stage of mutation looks like?
Nee, maar ik heb net armor opgepakt trouwens. Maar dat is wel vrij ziek, hè. Oké, maar laten we gewoon voortgaan. Hier kon ik verder. Oh boy. Oh boy. You just think it's all about you. Nee, man. Oh yeah, sure. We'll work better as a team. Ja, inderdaad. Oh, okay, Shepard, I see you found your power vest. That should keep you safe out there. Yeah. See, now I've heard rumors that you troops may not actually be here to rescue us. Just don't forget about us out there. Alrighty? Yeah. Okay, yeah. I'll let you through now. Believe it or not, I was a wuss in high school. I know it's hard to believe. Oké, dan leuk informatie. Good luck, sir. Oh. Oh! Nice, ik heb het opgepakt. Oei, dat ziet er niet zo veilig uit. Maar ik heb dus armor opgepakt. En die stralen mag ik niet aanraken, denk ik. Ja. Handle with care, optical mirrors are fragile. Ah, ik snap het al. Dan moet je zo van die dingen kapot maken, zeker, om dan verder te geraken. Oké, ja, wacht. Bitch. Wacht, helpt niet echt. Ik kan u kapot maken. Nee. What the fuck? Kan ik dit dan kapot maken? Oh, oké. Okay. Bitch. Voilà, dat werkte. I did a good job. I did a fucking good job. Oh, headcraft. Uh-oh. Bitch. Bitch. Uh-oh, iemand heeft radiatieding gekumpt. Uh-oh, kut. G-Man! Wacht, dat moet toch lukken? Oh wow. Holy fuck. Doe normaal. Oké. Okay. Ik heb allemaal een held opgepakt. Nice. Oké, okay, laten we eens hier zien. Is hier iets? Oh, loading. Ik heb nog meer held opgepakt. Was het daar allemaal, yo? Oké, okay, yo. Nice. Dat is vrij diep. Ja, ik had die jump nooit gehaald, dus ik ga wel zo. Maar dit is onze nieuwe crossbar ding. Het is niet echt een crowbar. Oh! En nu heb ik ineens een knife opgepakt, oké. Okay. En die alien zegt ciao. What the fuck? Oké, dat werkte. Oh. Bitch. Night vision? Big night vision? Oh shit. Wat een zieke night vision. Ah ja, daar kan ik dus niet langs. Ja, ik kan hier wel in, dus ik ga gewoon naar hier. Ah, fuck off. Zijn headcrabs echt verschrikkelijk. Volgen die mij? Ja, die volgen mij. Oké. Okay. Nice. Oh wow, die dommerik heeft net zijn eigen geëlektrocuteerd. Oké. Okay. Ik ga gewoon hierin. Seems legit. Oh yeah. Dikke night vision. Oh, dikke zelfmoord. Dikke zelfmoord. Ja, wauw. Fuck off. Kon ik dat nu weten? Jongens. Elektriciteit op mijn melk. Ik heb nu maar 77 geld. Oh. Oh, nice. Ja, een gun. Is hier iets te zien? Generator control. Zet dat af. Oké. Okay. Nice, en nu kan ik hier door. Zal deze nieuwe gun iets
uit. Allee. Ik zie het er toch duidelijk op. Ja. What the fuck voor een brolgun is dat nu weer? Dat heeft zo'n soort van auto-aim of zo. Oei. Ik loop gewoon door. Niet zo leuk. Oké, hier zijn nog een paar boxen die ik ga kapot maken. Zo agressief, jong. Oké, dat is totaal niet agressief, maar oké. Lekker geluid. Anders had je niet een scheid in. Oké. Kijk, je kunt ook zo hard slaan. Oh, joh. Kijk. Boom. Het was een echte baas. Fucking nice. Oké. Leuk spelletje tot hiertoe. Alleen raar dat die gun niet echt wil raken. Oh nice, ik heb wel een laser ding. Shit, licht erop. Oké. Ah, see you for shit. Wieeew. Oh cool, wat is daar? Bullets. Kunnen van pas komen. Is hier nooit? Nee, oké. Dus ik ben naar beneden gesprongen voor 6 bullets. Ah nice, ik kan nog terug omhoog. En dan ga ik gewoon verder en dan zullen we wel zien wat daar is, zeker. Ik kwam van... Ja, dan moet ik nu hier naartoe. Ja, en daarnet was ik daar boven. Oké, mooi. Oh! Voilà. Oh, shotgun. Mooi. Shotgun. Nice. Bitch. Oh, wow. Kijk deze assets. Nice. Ai, ai, ai. Ik hoor er nog één. Bitch. Oké, en waar ben ik nu? Oké. Woehoe! Ah, er komt al een lift voor mij, nice. Oh! Er zitten beestjes op. Oké, nice. Hé, ik kan hier naar beneden. Wauw. Is dat? Ah, oké. Let's go hier maar. Oké, laten we die dan gaan. Holy fuck. Dat is wel ziek. Boy. Is dit de bedoeling of niet, want ik heb bijna geen niks meer om op te stappen. Oh jongens, godverdomme. Oh, seems legit. Oké, nu moet ik niet vallen. Lach mij erin. Fuck. Dan gaan we omhoog. Oké, het andere deur. Oh, wat? Oké, thanks. Dat is wereld G, man. Oh, what the fuck. En nu zei hij ineens niet meer. Seems legit. Oké, fuck de alarm. Ik ga die lift gebruiken, want mijn oren worden gereden. Where I am now. Oké. Ik ga even dit doen. Boom. Sorry, dat is zo leuk. Laat me blij zijn. Yes. Wieeuw, bam. Ah, wauw. Is er een gesprong, die mongol. Oké. Oh. Wat? Ah, ik dacht even dat er voeten in zaten, maar dat zijn botten. Ha, kut. Ik haat die dingen echt verschrikkelijk. Ik zag je wel. Nu is er nog één. What the fuck.
Fuck off. Echt, headcrabs zijn zo verschrikkelijk. Dat shotgun ammo. Ik word echt fucking boos. Sorry, ik mag niet ragen. Als er nog één headcrab is, dan kan die echt optieven. Oh, rip. Oh, held. Dat kan ik wel gebruiken. Oh, wauw. Ah, fuck off. Maar dat raakt niks. Kijk. What the fuck? Ah. Oké, wacht. Oh! Nice. Ah, ik snap het wel. Dan moeten we daardoor en dan moeten we er... Ah ja, zo over het parcours. Wacht. Ah. Amai, het raakt nog eens iets, zeg. Nee. Zo. Ah. Ik snap het. Ik snap hoe je deze wapen moet gebruiken. Ik snap het. Wacht, maar ik... Wacht, zo. Zo. Show. Nice. Oké, mooi. Nu moet ik terugspringen. Superleuk. Hierin. Moet ik dat mooi terugzetten. En dan kan ik verder gaan. Oké, mooi. Oh, zoals een echte pro. Doei. Oh, stoplicht. Ik mag hier niet verder. Ik moet de aflevering hier stoppen. Dat ziet het toch. Hé, wacht eens. Oh, ik weet wat dit is. Dit is... Oh, hier had ik de Ola-edit gedaan in Half-Life 1. Ah ja, Half-Life hashtag 1. Half-Life 1 hashtag 1. Maar deze is fucking nice. Maar ik ga deze video van Half-Life Opposing Force wel afsluiten. Ik hoop dat jullie de eerste aflevering leuk vonden. En als je hem leuk vond, was het een blauwruimpje omhoog. Abonneer de volgende keer en de volgende week maandag terug Half-Life Opposing Force. En ik zeg ciao.